Er is er eentje, gemeente, die dat heel goed weet. Die weet hoe jij en ik in elkaar zitten. En die maar al te graag via die oogpoort en die oorpoort binnenkomt. En daar is hij heel goed in. Daar heeft hij duizenden jaren ervaring mee. Kijk maar naar Adam en Eva. Zie je die mooie vrucht? Is die niet prachtig? Ja, inderdaad. Is prachtig. Een lust voor het oog, staat er. En zo, gemeente, kwam de duivel binnen. Hè? Via de oor- en de oogpoort. Woorden van misleiding. En dan die blik van begeerte bij Eva. Onthoud dat, gemeente, de duivel komt meestal nooit direct bij ons binnen. Hij komt meestal indirect. En dan meestal dus via die twee poorten. En hoe doet hij dat dan? Nou, dan laat hij iets zien, gemeente, van de mooie, fijne, begeerenswaardige dingen die de wereld en het leven je te bieden hebben. En Johannes noemt dat in zijn eerste zendbrief de begeerte van de ogen en de begeerte van de wereld. En je ogen zien wat de wereld te bieden heeft. En mijn zondige hart wordt geprikkeld. En zo wordt de begeerte gewekt in je ziel. Zo doet hij dat. Dat is zijn tactiek. He, dus via de wereld, via wat de wereld te bieden heeft, doet hij een appel op ons hart, op ons zondige hart. Ziet u het? Wereld, ogen, hart. Of wereld, oren, hart.